Heb je altijd al iets willen doen met dans, theater, muziek of film? Dan ben je hier bij Factorium Podiumkunst aan het juiste adres. Ze hebben vandaag een open dag en ik ben heel benieuwd wat er van allemaal te zien is. We gaan het bekijken. Deze open dag is georganiseerd omdat wij in mei hebben een grotere open dag, een festival, met in de tuin een podium en in de overal instrumenten kunnen zien en proberen, dans, theater, musical, noem allemaal maar op. En dit is een wat kleinere van opzet, maar de reden dat we het in deze periode een keer herhalen, in verkorte vorm, is omdat mensen steeds later gaan inschrijven voor cursussen. Dat is gewoon een feit. Mensen die komen terug van vakantie en een heleboel mensen denken dan pas van, goh, zal ik nog iets gaan doen? Poetsen. En oh, wat een mooie troon. Daar zou je heel graag op willen zitten, ja. Even kijken, ziet niemand het? En jij gaat het gewoon doen. Oh. Nee, alsjeblieft, doe dat niet. Nee, alsjeblieft. Ik wil mijn baan houden. Waarom is er nu eigenlijk bedoeld zo'n open dag? Nou, het idee is dat mensen kunnen kennismaken met Factorium, waar je normaal gesproken misschien niet zomaar binnenwandelt. En nu heel gericht kunnen kijken wat er allemaal te doen is. En misschien daaruit kunnen bedenken van dit of dat wil ik gaan doen, daar heb ik interesse in. En hoe vonden de kinderen net de les die u heeft gegeven? Ja, heel leuk. Volgens mij vonden ze het spannend om te doen. Maar ik zag wel dat ze erin waren, dus dat is gelukt. Ja. De camera loopt. 3, 2, 1. Ken ik je ergens van? Ik denk wel. Wie heeft van mij? Was even gekeken. Applaus voor deze. Jij hebt meegedaan aan theater. Ja. En wil je iets met theater gaan doen? Ja, ik zit ook bij Tikiko, Tilburgs Kinderkoor. En dan zou ik later wel groter, meer, als ik gewoon later groter ben, zou ik wel meer mee willen doen, ja. Je kunt helemaal met 0,0 ervaring, kun je gewoon hier binnenstappen en zeggen, rondkijken, zeggen ik wil een cursus doen en ik ga opgeven en ik ga gewoon lekker meedoen. En wat vindt u dan belangrijk om de cursisten bij te brengen? De cursisten moeten vooral gaan leren wat ze leuk vinden. Dat is het uitgangspunt. De cursist komt hier binnen en of die nou niks kan of alleen maar heavy metal wil spelen of al 10 jaar speelt, de cursist geeft gewoon aan van nou, daar wil ik mee aan de slag en dat ga ik doen. Het kan natuurlijk zijn bij hele jonge kinderen dat je die iets meer moet sturen. Omdat die nog niet zo'n idee hebben welke kansen op willen. Maar we gaan er gewoon vanuit, dat is het principe, dat de cursist staat centraal.